Vandaag bij mij in de fluisterboot Arjen Witteveen. Wie kent hem niet, maar kennen wij Arjen wel? Wil je hem beter leren kennen? Ga dan mee met mij in de fluisterboot. We hebben alleen nog Arjen even nodig. Ja. Hij zit al in de boot. En Arjen zit er al in de boot. En ik zie iets lekkers. En als je in een boot gaat, goedemorgen Roel. Dan krijg je een kopje koffie en een kuursje erbij, maar ook een drankje, daar hoort erbij. Dus ik heb al een beetje de tafel aangekleed en het een en ander lekkers erop gezet. Nou. Ter verwelkoming ook voor Roel, maar ook voor de crew en zo. Ik heb er zin in. Ik zeg Rob, trossen los. Let's go. Wie zit er naast mij? Ja, Arjen Witteveen, hè? Bokstelaar. Op de eerste plaats natuurlijk al bijna 46 jaar getrouwd met Hetty. Kijk. Twee zoons. Dat is het En vier kleinkinderen, hè? Dat telt nou, hè? Ja. Ja, dat is het kapitaal van de familie. Hoe oud zijn ze? En die kleinkinderen, ja, dat zijn van die strikvragen. Maar ik weet het, 10 en 7 en 9 en 5. Ja. We hadden ons het volgend jaar herhalen. Dat ja, nee, daarom. Nee, dan moeten we er een jaartje bij tellen. Dus, en in ieder geval, de zonen zijn 40 en 43. Ja, ja. En onze leeftijden die laten we maar in het midden. Hè. Maar die van mij zit boven de 70. Dus zo gaat dat. Ik ben een betrokken en een belangstellende en soms ook bezorgende bokstelaar. Dat is eigenlijk wat ik dan ben. Ja. Buiten de... En waar ben je vooral bezorgd over? Over het centrum, over het dorp, maar dat is een heel verhaal, dus misschien eerst... Zullen we later, want ik zie daar namelijk, je hebt meegenomen, daar gaan we eerst toe, toch? Ja, we kregen koffie, was beloofd. Ja, dat komt. En als je op de boot zit, heb ik net al gezegd, daar moet je hem toch een beetje inwijden, dan moeten we onze kelen een beetje smeren. Dus ik denk, kruidenbitter. Uit Boksel, dus mooier kan het niet. Ja, het heeft ook de achtergrond van Boksel. Ja, ik zou zeggen... Ik schenk in. Ik hoop dat ik hem open krijg. Ja. Je hebt er vier staan, zie ik. Ja, vier. Ja, dat is een miscommunicatie. Nou, we hebben nog een geluidsman en een cameraman. Dus, maar onze piloot, onze Rob, die mag niks drinken natuurlijk. Nee, daarom. Dus het komt goed uit, hè. Op een behouden vaart, hè. Ja, een behouden vaart. Maar het is... Ja, we houden vaart, boem. Waarom zei je dat nou? Ja, daar gaan we weer, hè. Op de behouden vaart. We kijken even naar de brug. Goedemorgen, Amos. Leuk dat je er bent. Ja. Heb je al eens vaker een rondje over de Dommel gemaakt? Ik heb hier al wel eens gekanoed, ja. Toen was ik met al mijn familie en kennissen. En toen was natuurlijk de truc dat Witteveen bij de kano onderuit ging daar. Hè, maar dat is niet gelukt. Niet gelukt. Nee. En ik heb maar kano en heel hard, want ik denk dat gaat daar gebeuren. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ja, dus, het mooie aan dit is dat wij nou net 2 minuten uit het centrum zijn. Moeten we nou eens kijken waar we nou zijn. Ja, hier lopen wij op stapel en op Dommelbind. Daar lopen wij eigenlijk, mijn Hetty, mijn vrouw en ik, als het kan, elke dag. Het is een hartstikke mooi gebied hier. Toch? Dat is heel mooi, ja. Dat is onze achtertuin. We hebben thuis een klein achtertuintje die we moeten onderhouden. Maar hier kunnen we vrij lopen, alle bokstelaren. En heel mooi hier, heel fijn. Toch? Ik stuurde naar een van de hele goede kennissen, stuurde ik eens een keer foto's door van de winter met allemaal sneeuw van voor bij Stapelen. En toen zei ze, Arjen, welke wintersport ben ik er geweest? Ik zei, nou, is gewoon bokstel. Hè? Ja. Dus, ja. En de mensen kennen jou natuurlijk van de winkel vroeger. Dus ik ben geboren in Boksel, scholen hier, Enschede textielschool. Daar heb ik Hetty leren kennen in Enschede. Die is mee naar Boksel gekomen. Die heb je meegenomen naar Boksel? Die heb ik mee naar Boksel genomen, ja. De wijzen komen uit het oosten, in alle goeieheid. Ja. En dus die zaak, vloerbedekking, gedijnen en bedden. Ja. Eerst heel groot, 25 meter breed en 25 meter diep.
Maar de tijden veranderen, dus daar moest jij meegaan. Dat zag ik gewoon. Op je, en dan krijg je twee zonen. En dan denk je, twee zonen. Nou, het kostje is gekocht. Die gaan de zaak overnemen. De jongste heeft altijd gezegd, pa, maar jullie hebben een hele mooie winkel, maar ik wil er later niks mee te maken hebben. En de oudste die is inderdaad ook een doorn geweest, heeft ervoor gestudeerd en zo. Maar die ging toch liever, heeft hij gezegd, ik ga liever de inkoopkant op. Ja. Helemaal geen punt. En er zijn soms wel eens zonen, die moesten dan verplicht dus aanstaan in de zaak. Nou, dan loopt het ook mis. Dan loopt het. Maar mis je het? Ik mis het wel, daarom maak ik me ook dagelijks druk voor het dorp. Ja. He, dan zeggen ze, want ja, ik mis het natuurlijk. Ik heb er zo eens even zitten kijken en zitten googlen, maar mijn scherm was te klein om te, in één oogopslag te zien wat jij allemaal doet in Boksel. Kun je eens had dat maar gezegd, dan had ik een grote scherm gebracht, maar dat is flauwekul. Ik doe een hoop, maar ik doe ook een hoop met mensen om mij heen. Ja, ook geïnteresseerd in goede doelen. Ja, Fairtrade. Fairtrade. Wat doe je dan precies? Fairtrade hebben we echt op de kaart gezet. Maar is eigenlijk door het succes zo algemeen geworden dat het overal wat is. Hè. Maar eerst was het echt aandacht op Fairtrade. Goede spullen, goede prijzen voor de boeren, goede transportmogelijkheden. We kennen allemaal de Wereldwinkel, die zijn daarmee groot geworden. Maar wat ik net zei, Fairtrade artikelen zijn voor het overal te koop. Bij alle supermarkten, ik mag geen namen noemen, maar daar is voor het alles op Fairtrade. Ja. En dat is eigenlijk het succes van het begin. Maar dat heeft ook een keerzijde. De Wereldwinkels aan zich hebben het eigenlijk heel moeilijk op het moment. En dat is heel jammer. Want ze zijn eigenlijk de basis geweest voor het initiatief. Maar nu worden ze overvleugeld. Door de grotere zaken. Maar heeft het niet een beetje te maken met het bewustzijn van de mensen? Ja, want mensen betalen toch een eurotje meer voor iets wat echt goed gemaakt wordt. Ja, dat is ook zo. Dus gelukkig maar dat het nou algemeen verbreed is. Dus daar zijn we heel blij mee. Blij te zijn. Dat ik me ook altijd bijvoorbeeld heel veel druk heb gemaakt voor goede doelen. Onder andere voor het AIDS-project van de Polen van de Donk. Hè. Daar weten jullie, daar zijn jullie ook vaak heel dichtbij geweest. En daar hebben we met Tiga, met Gemmy. Hebben er ook heel veel voor gedaan. Nou, dit is ook die betrokkenheid, die belangstelling met Boksel en zo. Ja, je bent eigenlijk overal letterlijk, maar ook figuurlijk gewoon bij betrokken. Ook met je, maar ook met je hart. Ja, dat klopt. Ja. Want met Pola, daar zijn we ook een paar keer geweest in Zambia dan. En dat raak je hoor, dat pak je hoor. Ja. En als je daar dan bent, dan wil je nog 10 keer zoveel doen dan wat je eigenlijk doet. Maar ja, ook de financiële mogelijkheden en zo, die zijn beperkt. Ook niet alleen voor ons, maar ook voor andere mensen. Dus er is zoveel te doen. Dus je moet zorgen dat je daar goed in de belangstelling komt. En dan komen de mensen die kunnen naar je. Ik merk ook heel veel twijfel bij mensen. Ja, ik kan wel geld geven, maar mijn geld gaat toch, naar de verkeerde kant op. Dat klopt, maar met Polen, ook nog met de opvolging en zo, die mensen die gaan daar naartoe, die brengen het geld. Er zit niks tussen, dus het geld wordt daar besteed. Ja. En inderdaad, ik ken dat argument. Daar moeten we kennis van nemen, maar wij moeten dan zorgen met de stichting die wij doen, dat we het geld daar rechtstreeks brengen en dat we de mensen daar aan het werk zetten en dat het rechtstreeks komt zonder tussenpersonen. Want ik denk ook juist bij die kleine is het duidelijker denken voor de mensen dat het geld eigenlijk zonder veel tussenpersonen rechtstreeks naar het doel gaat. Dat is ook communicatie, dat is ook het duidelijk maken naar de begunstigden toe, naar degene die ons ondersteunen, duidelijk laten merken. Wat wij doen, gaat ter plekke gebeuren. Niet hier naar Amsterdam, bureau weer, dan weer zus, dan weer zo. Nee, van Boksel naar Zambia. Dat is heel fijn eigenlijk. Dat is heel mooi. Mooi hier, hè? Over mooi gesproken. Ja. Het is hier heel mooi. Dan moet de kapitein eventjes goed laveren, heet dat zo, Rob? Ik denk het wel, hè? Nog heel even over dat betrokken en dat belangstellende, mag ik? Ja, natuurlijk. Ja, het is jouw dag. Ja, het is mijn... Nee, jullie hebben mij uitgenodigd. Dus ik ben ook betrokken bij de voedselbank. Ja. En dat is toch wel ook een heel, heel mooi project. Ook heel schrijnend eigenlijk. Dat er toch in box aan de omgeving 200 gezinnen... 500 monden die we elke week moeten voeden, omdat die mensen... 200 gezinnen. 200, dat is veel. Ja, veel. 500 monden die we elke week voeden in Boksel, in Gestel, in Rooi, in Helvoort, Haren, Biezen, Mortel. En daar helpen we bij. En dan zeg je ook weer net druk, maar er zijn wel 65, 70 vrijwilligers
die daar dus allemaal mee doen. Ja. Hè? En dat zijn de mensen van de werkvloer. Hè? Ja. En ik zeg altijd maar, die voorzitter die fietst maar ze nu en dan binnen en die gaat weer naar buiten. En die belt natuurlijk omhoog en die mailt en die doet dit en die doet dat. We beginnen elke dag, gaan we naar supermarkten spullen ophalen. Dat is ook een van onze opdrachten, voedselverspilling tegen te gaan. Dus dan gaan de spullen die over zijn bij de supermarkten, die niet meer verkocht kunnen worden vanwege de datum, die gaan naar ons, dan gaan we uitdelen. Die zijn eigenlijk nog gewoon goed? Die zijn goed, er is bij ons niks, er gaat bij ons niks over de datum, datum gaat er weg. Dat is allemaal, allemaal heel bruikbaar spul. De cliënten die moeten allemaal bij ons via de intake, moeten allemaal met die schoenendoos komen, of dat het klopt, dat ze aan leefgeld, dat is, is geen fijn woord. Nee. Maar in ieder geval, dat ze, als ze dus minder dan 50 euro in de week overhouden, dan kunnen ze bij ons terecht. Ja. En is er een bepaalde schaamte, dat de mensen denken, erg. Ja, ik moet echt die drempel over. Onze grootste om te geven dat ik het eigenlijk niet red. Onze grootste uitdaging is inderdaad die schaamte, die drempel, die trots. We zijn op allerlei manieren bezig om die mensen naar binnen te krijgen. We hebben de producten, we hebben de vrijwilligers, we hebben het gebouw, we hebben de steun van de gemeente, dus het kan. Dus iedereen is welkom. Want jij zei 200, maar in werkelijkheid zijn het er misschien wel 400, of niet? Het zijn er 600. 600, ja. Hoe weet je dat? Die getallen liggen op de plank bij de gemeente, maar ja, privacy, ik weet allemaal niet, dus daar komen wij nooit aan. Maar het zijn er 600. Is dat dan de gemeente Boksel of ook? Dat is de gemeente Boksel. Alleen de gemeente Boksel 600? Ja. Daar schrik ik wel van. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar goed, er zijn dus echt een heleboel mensen die in aanmerking zouden kunnen komen, maar die komen gewoon niet. Ja. En dat vind ik heel jammer. Dus bij deze een oproep om te komen. Ga je aan? Ja, laat ze maar komen. Achterbergstraat 18a. We hebben een site, daar staat alles op. En dan heb je natuurlijk ook altijd... en dat komt dan in het nieuws, mensen die het dan een beetje verpesten. Heb ik wel eens gelezen van, nou, die gooien dan de rijst over de rhododendron, want ik moet geen rijst. Is dat bij jullie ook? Of, Als men geen rijst zou lusten, dan kan men het laten staan. Er staat elke vrijdag, bij ons dan vrijdagmiddag, staat er een krat klaar, een pakket klaar. En als de rijst er zit en men wil dat niet hebben, dat geef ik aan, dan kunnen ze dat laten staan. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, het is niet iemand die in een BMW komt en zegt van, nou, dit is lekker, de rijst die mik ik uit het raam. Het grootste stigma wat er is inderdaad die auto. Er zijn bij ons een aantal mensen die zitten in de schuldsanering en die hebben een auto. Er moet iemand naar Oosterhout om te verdienen, er moet iemand naar Wijk om te verdienen. Die mensen werken, dus die moeten uit de schuld komen, dus die hebben een auto nodig. Dus er staan inderdaad auto's bij onze voedselbank. Er zijn ook mensen die geholpen worden, die zijn moeilijk te been en die hebben een familielid of een buur of iemand en die komen met de auto. Het is gewoon zo. Ja. Mensen kijken maar vaak naar één kant van het verhaal en er is ook een andere kant van het verhaal. En die is eigenlijk veel belangrijker. En die is veel belangrijker, en die, om die mensen te helpen dus. Ja. Ja. Hallo. Ja. Leuk hè, mooi hè, toch? Ja, fantastisch, prachtig. En ze blijven zo mooi stilstaan, hè? Nou, ze zijn verbaasd over ons, hè? Sterker nog, eergisteren met de burgemeester stonden ze ook daar. Ja, natuurlijk. Ze doen helemaal niks, die kant. Die hebben een leven. Dan hebben ze goed geluisterd. Ze luisteren naar de burgemeester, ze luisteren ook naar Witteveen. Ja? Maar ik moet weer... dit gaat net. Het is... Nee, dat gaat goed. Je kunt ook roepen hier. Ja, roepen. En dan, dan krijg je een echo-put, of niet? Ja, echo. Ja. De ene kant de drukte. Ja. Als je naar boven kijkt. De voedselbank komt net voorbij. Ah. Kan niet mooier. Komt net auto. Een auto van de voedselbank voorbij. Oh ja, net te laat. Kan dat niet mooier. Dat had je afgesproken van ik kom ongeveer afgesproken, rond zeg, 11 precies uur. Dat moment. Ja. Ja, zo zie je maar hè. De vrijwilligers doen het hè. Ja. En de baas zit op het bootje hè. Ja. Ja. Maar die maakt reclame dus. Ja, die maakt reclame. Die doet hele goede dingen. Ja. Zo is dat. Dan komen we langs de lange loop. En wat je net vroeg van wandelen, maar wij fietsen ook wel eens. Dus dan kun je helemaal mooi langs de lange loop achterom. En dan weer langs de lange langs. Loop? Ja, dat heet het hier zo, hè. Eigenlijk mag je in het eerste stuk niet fietsen, maar ja, heel Boksel fietst daar. En dan kun je zo helemaal achterom. En dan zo over de langs de Schijnderse weg, Schijnderse dijk weer terug. Ja. En dan neem ik altijd even een kijkje bij de voedseltuin, als we die route doen. Want de voedseltuin zit op de kleine aarde. En dat gaat allemaal, twee keer in de week gaan wij er ook spullen halen. En dan gaat het dus ook naar de voedselbank.
En dan ben je soms jaloers als je dat ziet liggen, hoor. Ja. Nou. Hè? Ja. Dan zeggen wij, kom maar op. Ja. Maar dat is voor de cliënt. En dat moet ook zo. Jouw betrokkenheid vind ik wel heel bijzonder, toch? Het is niet zomaar even een uurtje in de week. Maar er is zoveel betrokkenheid in Boksel. Elk weekend de streets. En dat zijn allemaal vrijwilligers. En die doen allemaal alles voor Boksel. Dus het is niet... Het gaat om het geheel. En het geheel maakt het. En ja, ik heb het compliment, de echte waardering voor iedereen. Ja. En wat de een doet of de ander doet. Ene kan goed timmeren, ik kan niet timmeren. Maar die mensen waren aan het timmeren. Snap je? Ja. Dat is toch fantastisch dat ze dat doen. Maar ben je een beetje handig? Helemaal niet. Schilderij ophangen is... Nee. Terwijl je toch in de mode of in de banken en de bedden hebt gezeten. Ik weet altijd alles hoe het moet. Maar ik heb nog geen... Ik ben heel eerlijk, ik heb nog geen reeltje opgehangen. Helemaal leven niet. Ja, erg, hè? Maar het is gewoon zo. Maar wel bewezen van dat reeltje moet daar. Maar wel, wat het precies moet. En er moet een bochtje aan, of het moet zus. Ja. En de lengte moet zo. En dan en dat. En een slokje koffie. En dan... Ja. Maar goed, dat waren dus weer de veters die het deden. Hè? Ja. De mensen en het atelier voor het gedijnen maken en zo. Dus ja, dat snap je. Maar... Ik ben er heel eerlijk in. Ik schaam me er ook niet voor. Het is gewoon zo. Dus, wordt het weer gevaarlijk hier? Of, nee hoor. Oh nee. We gaan zo meteen aanmeren als we om de bocht zijn. Oh, dat is goed. Dan gaan we bij het gesprek even een lekker bakje koffie doen. Dat is goed. En dan zullen we het dus over die bezorgde bocht laten. Ja. Die ene scheren zo over het... Bokstel Oost. Hè? Vroeger allemaal boerderijen en grasland. En nu allemaal... Huizen. Ja. Is dat zonde? Nee, er is een goede balans hier tussen natuur en het wonen hier. En dat wordt ook goed in de gaten gehouden. Nee, dat is niet zonde. Dat is gewoon de realiteit. Wacht even, waar, hè? Oh. Je moet ook mee. We zitten hier bij het gesprek. Ja, hartstikke mooi. Een opener met een bakje koffie, zeg ik. Dat is goed. En ik ben heel blij dat het gesprek heeft mogen blijven staan. Ja. Na hele lange discussies. En daarom kunnen wij nou hier op de plekje zitten, hè? Ja, want wat was de discussie? Nou, het gesprek moest eigenlijk terug richting Oosterhof, richting het winkelcentrum. Ja, daar heeft het ooit gestaan. Daar heeft het blijkbaar ooit gestaan, maar het staat hier heel mooi. Ja. En de buurtbewoners hier die hebben er echt voor gestreden en met succes om het hier te behouden. Ja. Daar ben ik heel blij mee ook. Okay. Ja. We hadden het daar straks over de bezorgdheid. Ja. Ja, ik ben zo nu en dan een beetje een bezorgde bokstelaar. Ik maak me een beetje zorgen over de toegankelijkheid van het centrum. Want je woont zelf in het centrum? Ik woon zelf, zit er natuurlijk dag en nacht. Zijn er vrijwilligers van de voet? Ja, ik denk het niet. Dit is vanwege bevrijding, hè? Ja. Bevrijding 75 jaar. Mooi. Ja. Maar goed, de bezorgdheid. Ja, een centrum, een dorp moet toegankelijk zijn, moet open zijn, moet geen hindernis hebben om daar te kunnen komen. Vroeger was het centrum vanaf drie plekken bereikbaar. Langs het gemeentehuis, Dr. van Hervoortstraat, over de Velmnoord en ook door de Clarissenstraat. Maar nu is men zo bezig geweest, ik zal het maar netjes zeggen, om de Clarissenstraat om het verkeer om te gooien. Dus al de mensen die via de Clarissenstraat het dorp in willen, alle gemotoriseerd verkeer dan, die kunnen dat niet. En die moeten helemaal omrijden langs het gemeentehuis. En dan begint het daar al moeilijker worden met parkeren. De logische richting zou dan zijn als je bij Vinkenrode, bij Prinsenland rechtdoor zou kunnen rijden om daar een plekje te zoeken. Maar er zit een bocht in de weg die dus aangeeft van dat het daar moeilijk is om rechtdoor te rijden, terwijl eigenlijk de rijrichting rechtdoor makkelijk zou kunnen zijn voor het parkeren. Ja. Dus er gaan een heleboel mensen zo, dan ligt daar een parkeerterrein, maar de mensen moeten eerst de rechterstraat in om daar te kunnen kijken. Ja. Dan moeten ze weer, als daar geen plek is, weer, dan moeten ze naar de markt. En als daar geen plek is,
dan zijn we ze kwijt. En het gevolg is? Dat zijn onze klanten. Ja, dus klanten zeggen, en, we gaan ergens anders en de klant die stoot 2-3 keer zijn neus, maar dan houdt het op. Kijk, en men wil allemaal wel dat men op de fiets komt of te voet. Maar als ik een hele dure jurk gekocht heb en het regent, dan ga ik echt niet op de fiets naar Oost met die fiets. Nee. En als ik snel een frietje wil halen ergens en ik ben gehaast, want ik moet weer verder, dan springt me toch in die wagen. Ja. En er zijn gewoon oudere mensen, die zijn moeilijk ter been. En jonge lui, net zoals onze zoons met kinderen, en die komen boodschappen doen en die springen in de wagen. En dat maakt mij zorgen, want het moet bereikbaar zijn. En tenslotte, men wil dat Boxtelcentrum bruist, maar het kan alleen maar bruisen door heel veel klanten en door goede winkels. Hoe is het met de leegstand momenteel? Op het moment aan onze kant, maar dan bedoel ik dus een stuk van de rechtsstaat en de markt, daar valt nog wel mee. Maar in de stationstraat, er is gewoon heel veel leegstand. Er zijn ook plannen voor herrichting. Ik zou zeggen van als men daar een beetje bedrijvigheid wil hebben, leg daar niet zo'n heel smal spoor in de stationstraat, maar zorg dat er ook verkeer door kan. Dan zijn er juist timmerbedrijfjes en kleine ateliers en zo met vervoer die daar naartoe trekken. Er zijn weer plannen voor boksen binnen de bruggen, dus er zijn hele grote mooie schetsen bij. Zelfs zo'n mooie schets waar wij toen straks zijn opgestapt van de Dommel. Het is zo breed gemaakt. Het lijkt wel of daar een cruiseschip aan kan landen. Hè. Dus die tekeningen die zijn allemaal heel mooi, maar die zijn niet op de boksterse schaal. En er zijn dan nog plannen in ontwikkeling. En die zijn nou juist nog op de plekken van bij het Hof, bij de Zwaanse Brug, bij de Kroon, net op de plekken die misschien nog eventueel iets lucht geven om te parkeren. En die worden nou ook nog ingevuld met dingen. En ik zeg steeds, als ik naar de Damrak wil in Amsterdam, dan kan ik er met de auto komen. En in Boksel moet ik naar het centrum, moet ik in allerlei bochten wringen om te kunnen komen daar. Hoe vind je dan het beleid ten aanzien van de kern? Ik ben daar niet kapot van. Ik heb ook de burgemeester met de wethouders, we hebben allerlei brieven geschreven. Ik heb raadsleden uitgenodigd, daar heb ik mee rondgelopen. Om al die hindernissen die er zijn, om die aan te wijzen. Er zijn gewoon mensen moeilijk te been. En die moeten bij bekkers iets gaan kopen. En vroeger kon dan een moeder met een dochter of iemand kon met de auto naar het centrum komen om even die klant uit de wagen te laten zetten. Een boodschap doen en er weer in. En dat is allemaal voorbij. En we zitten daarop te wachten op ontheffingen. Vorige half september is het open gegaan, de markt. Toen had eigenlijk alles daar klaar moeten zijn. Ja, maar zijn nu een jaar verder. En ik zie een beetje ergernis. Ik erg me niet alleen. Heel veel. Maar heb je daar iets van potverdorie? Doe er iets aan. Ja, steeds. En ik heb ingesproken bij de raad. Ik heb die mensen, ik heb brieven gestuurd. We hebben nou weer iets gezegd vanwege boksen binnen de bruggen. Van tevoren hebben wij allemaal brieven gestuurd. Maar het duurt allemaal niet veel te lang. En onderwijl, die klant die moet wel komen. Hè? Het is wel ons inkomen. En ik bedoel, en dat stond laatst ook in de krant. Sommige mensen hebben 10% minder omzet. Kan natuurlijk ook, dan wordt er weer gezegd, de redenen, het kan ook andere redenen zijn. Maar het is gewoon specifiek direct wijzen op de andere, op de route nou en zo. En het wordt een soort een vicieuze cirkel. Dus minder mensen naar het centrum, meer leegstand. Minder mensen. Ja. En ze denken namelijk die winkeliers, zal ik het maar plat zeggen, die hebben allemaal grote panden en weet ik wat allemaal. Maar die mensen werken er dag en nacht voor en die willen die klant graag bedienen. En die willen graag dat die klant komt en er komen gelukkig klanten te voet en er komen klanten met de fiets. Dus dat is helemaal geen punt, iedereen is welkom. Maar het moet open zijn, het moet gasvrij zijn, er moeten geen hindernissen zijn. Geen maar als het zo doorgaat, zijn er bedrijven die op het randje... niks veranderen, het gaat zo door. Hoe ziet het er over 10 jaar dan uit in Boksel? Als het nou niks gaat, dan houden we nog alleen maar de markt en de rechtsstraat en de omgeving over. En de Kroon, daar worden appartementen, daar wordt beneden verbouwd. Dat klinkt misschien, daar zal ik misschien wel kritiek op krijgen dat ik dit zeg. Want het is natuurlijk, als je dat gaat zeggen, dan kan zich dat ook gaan voorspellingen, dat er ook uit gaat komen. Er is een bepaalde Engelse naam voor, maar daar kan ik nou niet opkomen. Maar in ieder geval, maar ik bedoel, ik geef het nou eigenlijk als waarschuwing van jongens op markt 1, doe er wat aan. Ja. En luister naar die ondernemers en neem hun gedachten, neem die mee. Want het is eigenlijk 2 voor 12. Het is al 5 over 12. Actie zeggen wij. Eigenlijk wel.
Ja. Eigenlijk wel, ja. En de actie moet komen van? Ja, echt. Ja, niet alleen praten en papieren maken en weer bespreken en weer zeggen het komt goed. Actie, er moeten gewoon plannen komen. Er moet open. Ja. Gelukkig. Oh ja, wou ik nog net zeggen, de vellennoten staat ook op de rol om die af te sluiten. Ah, dat is helemaal. Ik bedoel, en dan gaat het stukje bij het Jacob Roens College, dat dode stukje, dat gaat open. Een gelegenheidsargument 10 jaar geleden of langer geleden was van nou, veiligheid voor de kinderen, daar moet het afsluiten. Ja. Nou gaat de vellennoot wordt afgesloten. Men zegt wel op het moment niet, want er is geen geld, maar dat gaat toch, is men toch van plan. En dan wordt dat stukje weer open. Dan telt die veiligheid voor die kinderen niet meer. Nou, ik ben blij dat onze kinderen niet meer vanuit Boksen naar Oost moeten naar de school. Maar dat niet alleen. Het gaat ook bij de mensen in de kop zitten. Hè? Het is niet alleen het daadwerkelijk afsluiten. Maar mensen uit Liemt, mensen uit Oost, die daar makkelijk inschieten. Snap je? Het is niet alleen het daadwerkelijk afsluiten. Maar de klanten die komen, die denken nog verdomd, ik kan bijna het dorp niet meer in. En dat moet toch niet? Maar wat zou jouw eerste actie zijn als ik zeg nou... Mijn eerste naast mij zit burgemeester Witteveen en die is net aangesteld in Boksel. En wat is dan... Vrij parkeren, dat zou mijn eerste actie zijn. We hebben klanten nodig. We moeten dat is ook een belemmering. We moeten klanten moeten lopen met een kwartje naar die automaat. Ja. En dan zijn ze een minuut te laat en dan hangt er een bekeuring op van 60 of 80 euro. Dat kost klanten, alles blauw. Ik heb nou maar een beetje blauw aan, want ik dacht vanmorgen wat voor jasje moet ik aan. Ja. Maar dan moest ik een hele hoop jasjes meebrengen dus. Maar dan moest ik een blauw meebrengen voor het parkeren en een groen voor voedselbank en een rood voor de kunst. En een ander voor de voedselbank. Dus ik denk ik trek maar een neutraal jasje aan. Ja, ja. Maar wel met blauw in ieder geval. Maar in ieder geval, gastvrij. Ja. Gastvrij. En zorg dat die fietsen ook op goede plekken kunnen komen te staan. En dan kunnen ze wel zeggen, jouw waarde Witteveen. Daar moeten we met z'n allen over praten, maar ze moeten dat in overleg doen. Maar het parkeren, mensen moeten kunnen komen. Oké, actie zeggen we. Actie en zorgen dat het parkeren genoeg parkeren is. En zorgen dat het parkeren blauwe zone of helemaal voor niks is. Okay. Maar dat is echt een belemmering. Echt, dat meen ik serieus. Over actie gesproken, waar is... daar is de fles. ja. Maar we moesten even... Ja, neem een koffie maar op en schenk ik alvast een... Hoe moet ik het noemen? Een lekker Boksers bittertje. Een Boksers bittertje. Een kruidenbitter, hè? Ik kruidenbitter. Ja. Ja, maar eten we erbij? Ja, Boksers mop, hè? Boksers mop. Ja, ik ben een bokselaar, hè? Dus als we lekkere Boksers mop. Boksers zijn, daar moeten we reclame maken voor het dorp. Daar moeten we toch... Zo, reclame maken, want... Iets doen. Kijk, Boksen blijft met natuurlijk... Met op Boksen blijft, hè? Blijft een fantastisch dorp, natuurlijk. Ja, blijft... Oh ja, nee, maar ik bedoel, dat heb ik net al gezegd. Complimenten voor alles wat er gebeurt. Ja. En wij zijn dan op een leeftijd dat we wel eens zeggen van Boksel, maar wij gaan niet weg. Wij gaan niet weg hoor, ben maar niet bang. Nee, we gaan niet weg hoor, ben maar niet bang. We hebben jou wel een beetje nodig. Oh, hè? Nou, Arjen. Nee. Ja. Jawel. Jullie hebben mij niet nodig. Nee, het gaat toch wel door. Dat wel, maar. Maar ik kan ze nu en dan een beetje sturen en een beetje richten. En daar ben ik heel blij mee. Ja. En die mensen om ons heen, bij al die clubs, die doen het. En ik niet, zeg ik altijd. Okay. Dan gaan we de boot in. Ja, dat is goed. Dan moeten we weer een borreltje pakken. Moet daar goed over de reding stappen. Ja. Het is wel sneu, hè, voor alle mensen daar. Hè. Maar ik laat die fles straks achter. Dan kunnen jullie vanavond lekker leeg maken. We kunnen de fles ook overboord gooien met een boodschap. Nee, dat doen we niet. Help het centrum van Boksel. Misschien dat een wethouder me eruit vist. Nee. Nou, dan gaan we het bootje in. Voorzichtig. Man ligt in het water. Nee. We willen niet buiten de boot vallen. Nee, letterlijk niet en figuurlijk ook niet. Hè? Ahoy! De partnerstad. Ja. Wittlich. Wittlich. Ja, we hadden het net... We hebben net een kop koffie op, hè. Die was inderdaad vrij pittig. Ja. Maar ja, dat is maar goed met dat bolletje. En daar hadden we dus die Boksers moppen bij. Als we naar Wittlich gaan, dan liggen die Boksers moppen liggen ook altijd voorop. Bovenop. En inderdaad... Men heeft eraan moeten wennen, maar dat is hier ook. Maar ze worden daar heel erg geaccepteerd. Heel erg, dus de vraag is, wen komt
Arjen Wieler met die motten? Ja, nou, zo ook niet, maar dan kan ze ook opsturen als het moet. Hè. Nee, maar goed, als je daar naartoe gaat dan. Wij worden er altijd heel erg in de watten gelegd. Ja. Dat is fantastisch gewoon. Dat begint met sect als je s'avonds op je hotelkamer komt en als je weggaat krijg je nog een flesje sect mee. Maar het is meer dan alleen op bezoek en een mop uitdelen. Juist, dat wou ik net zeggen, hè? Want het is gewoon een stedenband. Hè? Er wordt vaak gedacht van hier veel bier en daar veel wijn. Maar dat is terzijde. Het is juist de contacten, ook op toeristisch gebied, ook op economisch gebied. We hebben er op beurzen gestaan. We hebben daar een paar jaar geleden met een aantal Boksel ondernemers ook op de marktplaats daar gestaan. Met de hele hoop producten uit Boksel. Dus het is veel meer dan inderdaad wat er gedacht wordt. We hebben dus echt alles steeds als ze kwamen. Natuurlijk een avondje. Maar overdag hadden we steeds thema's. En dan ben ik met die mensen en ook dan BNW of andere mensen. Hebben we heel Boksel ook laten zien. Ook thema's en zo. Okay. Dus, en daar ook. En jullie geven moppen. Maar krijgen jullie ook iets leks terug? Ja, ja, wat ik net zei. Hè, daar hebben ze allemaal. Daar is toch wel het land van de wijn en zo. Dus we krijgen altijd wel een. Flesje sect. Ja. Kijk. Elk jaar als ik jarig ben, dan krijg ik uit Wietli een flesje sect over de post gestuurd. Serieus? Dus, ja, serieus. Ja. Ja, en die drinken we dan in de gemuutlichheid, drinken we die op. Hè? Ja. Dus dat komt wel goed. Ja, nee. Ja. Ein Prozit. Ein Prozit, ja, ja. Hoe kom je op een band met Wietli? Gooi je dan een dartpijltje in een atlas of hoe moet ik dat zien? Nou, figuurlijk misschien wel, letterlijk niet. Op een gegeven moment was er in de jaren 50 werd er van bovenaf gezegd we moeten stedenbanden gaan zoeken. En toen was er een bijeenkomst van een hele hoop burgemeesters uit allerlei landen in Maastricht. En toen klikte het heel erg tussen de toenmalige burgemeester uit Wieligen en onze burgemeester, het Van Helvoort. En toen is daar die stedenband uit ontstaan. Ja. Dus eigenlijk heel spontaan, niet dat pijltje, maar wel bij toeval toch eigenlijk wel, is dat gegaan en het is steeds verder uitgegroeid en zo. Maar dat is inderdaad, ja, dat is dus van hoge hand gezegd van we moeten ons niet alleen nationaal verbinden, maar ook internationaal eens kijken wat er te doen is en zo. Dus zo is dat gekomen, ja. Ja. Maar het lijkt me wel moeilijk, in jouw geval, je bent voorzitter van dit voor, je bent heel veel in de belangstelling, heel veel te zien, terwijl je eigenlijk liever niet in beeld bent. Ja, maar ik doe het niet voor mezelf, zeg ik altijd. En dat wil ik nog een keer benadrukken. Ik doe het niet voor mezelf, ik doe het juist voor hetgene waar ik mee bezig ben. Met de voedselbank ben ik bijvoorbeeld heel druk, maar dat doe ik niet voor mezelf. Maar dat doe ik echt voor die cliënten. Want ik wil zeggen, je bent getrouwd, je hebt kinderen, je hebt een winkel gehad, je hebt dit, je hebt dat. Maar je hebt ook een maatschappelijke functie. En 4, 5 jaar geleden of langer ging daar de voorzitter weg. En toen kwam er een mevrouw van een bestuurslid, die hield mij aan op straat. En die zegt, ik heb een vraag voor jou. Ik zeg, oh, dan ben ik er al bang voor, dan weet ik de vraag al, zei ik. Maar wat was de vraag? Nou, de vraag of dat ik voorzitter wilde worden bij de voedselbank. Nou, ik moet zeggen, nu ik jou een uurtje met jou zit te praten, dan jouw bescheidenheid siert jou. Ja. En ik denk dat Boksel blij moet zijn met mensen als Arjen Witteveen die zich echt inzetten voor de goede doelen. Ja, nou, dat zijn dan jouw woorden, daar neem ik. Ja, ik wil het even zeggen, omdat jij gaat het nou weer even. Daar neem ik dan kennis van en het is aan de andere mensen om erover te oordelen. Ja, dus ik ben wel blij met de opmerking. Het is jouw opmerking en de andere mensen moeten daarover oordelen. Ja, je gaat gelijk de kop indrukken, maar. Zo is het nou eenmaal. Ja, maar zeg, de ene kan dit, de andere kan dat. En ik doe dit graag en ik vind dat leuk. En ik doe heel de dag, zit ik op een fietsje of ik bel of ik mail of dit of dat. En dat vind ik leuk. En dan voel ik merk me happy je veel bij. Waardering? Ja, tuurlijk wel. Maar het gaat me niet om de waardering. Het gaat me juist om die andere mensen te helpen of dit te regelen of dat te doen en zo. Terug naar de mensen. Ja, maar het woord waarderen is toch iets van, ja. Ja, ja lijkt er een mooi woord. Respect, waardering. Dat zal het best zijn, maar ze hoeven niet elke dag te bellen van oh Arjen, wat doe je toch mooi? Nee hoor. Nee. Het gaat goed zo. Ja. Dan heb ik altijd de vraag van Rob. Rob is de kapitein. Rob, heb je al iets bedacht? Ik heb een vraag voor Arjen. Hoe vind je het eigenlijk, Arjen, dat je op deze manier mensen aan boterhammen kunt helpen
goede manier. Ja, door deze mensen te helpen. Hoe vind je het om deze mensen te helpen bij de voedselbank? Om hen te voorzien van ja, de primaire behoefte, eten? Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi, maar het is eigenlijk heel triest. Als men in het begin, toen ik voorzitter werd, toen werd er natuurlijk, vroegen mensen aan mij van God, Arjen, moet dat nou wel en dit en dit en dat. En dan ging ik me in het begin eigenlijk een beetje verantwoorden, hè, voor die mensen. Maar daar ben ik voorbij. Dat is gewoon zo. Het is eigenlijk heel triest. Er wordt steeds gezegd, de mensen verdienen meer en het gaat allemaal beter. En dan zeg ik, ja, de mensen in Den Haag en in Amsterdam en in Rotterdam, die verdienen meer. Maar hier in het zuiden echt nog niet. Ik zeg, met dat gegeven moeten wij verder. En dat is mijn opdracht. En daar voel ik me happy bij. Kijk, door het groen, mooi. Prachtig, heel mooie omgeving, hè? Hartstikke maar je mooi. Wandelt, heb je nog meer hobby's, Arjen? Oeh, hobby's. Ja. Fietsen. Ik lees veel. Wat lees je zoal? Ja, nu veilig naar de krant, maar een hele hoop magazines en weet ik het allemaal, om toch helemaal bij te blijven. Ja, maar geen boeken? Ook boeken, jawel, maar... Wat was je laatste boek? Als Hetty vijf boeken leest, dan lees ik er één. Maar als je nou echt zegt van, ga je heel veel sporten? Of heel veel zwemmen. Dat was mijn volgende of vraag. Of hard fietsen. Hoe zit het met de sportieve Arjen? Nee. Nee. Het is ook heel mooi. Jullie weten dat ik met Tieg en met Gemmy bijvoorbeeld heel veel dingen geregeld. En geregeld heb. En misschien nog wat meer gaan regelen. En dan zegt iedereen... Gemmy van, kom eens een keer sporten hier. Hoe komen jullie nou bij elkaar? Ik zeg, ja, dat klikt. En het klikt eigenlijk heel mooi. Omdat Gemmy van sport is. En ik helemaal niet. En dan zegt Gemmy al 10 keer van, Arjen, doe nou eens dit of doe eens dat. Maar ze kan mij niet overhalen. Nee. En thuis zeggen ze natuurlijk ook wel. Het u van, je moet zus of zo. Maar daarom lopen we veel, fietsen ja. veel. Leef je en, gezond? Gezond eten? Of gaat er ja. wel eens een keer een vette hap in bij Arjen? Ja, er gaat wel eens een keer een vette hap in. Maar natuurlijk veel minder dan vroeger. Hè. Ja, en, ja. Maar wees dan lekker? Zeg je nou, ik ga nou lekker zondigen, ik eten? Nee, dan niet. Meer ander, meer gewoon. Pielen noem ik altijd, maar... Hoe noem je dat? Pielen, macaroni of rijst. Pielen. Ja, of zo niet langer zeggen. Mensen moeten meer pielen. Ja. Pielen mensen. En ja, vroeger was het alleen maar... Als maar, ja. Hè? Ja, zware beetje kost. Bewust. Zware kost. Ja. Maar dat is niet meer. Nee. Dus, dat is ook anders. Rust. Ja. En we zijn toch weer bijna. Ja, we zijn. Ja. Bijna weer in het centrum van Bokselen. Ja, 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 nee, daarom. Even over mijn Hetty gesproken, die doet yoga en die doet sporten en die doet dit en die doet dat. Dus ja. En zegt ze nooit, Arjen, ga eens mee of heeft ze dat al opgegeven? Dat heeft ze al opgegeven, ja. Dat helpt toch niet. En muziek, Arjen. Hou je van muziek? Bij ons boven staat de piano. Vroeger had ik een vriendje, ja, nou nog dan, want ik ken hem nog. Dus dat was een vriendje, waren wij klein, zo bedoel ik het niet, maar nu zijn we allemaal groter geworden. En die moeder kon fantastisch piano spelen. En ik heb altijd gezegd, als ik nou meer tijd krijg, dan ga ik piano les nemen. Dus er staat een piano boven en ik heb wel eens iets met lessen gedaan, maar het komt er toch niet van. Maar als volgende week... Karen Bloemen komt, ja. Of Anita Meijer, of zoiets, daar hou ik ook van hoor. En dan ga ik weer springen en dansen. Kijk maar naar afgelopen zondag, hè. Ja. De Company Star. De Star Company. Sorry, de Star Company. Pak nog een, ja. En wie staat er op het podium? Hè? Ja. Dat kan ik niet laten. Nee. En dat was, dat is altijd, als er zoiets is, dan op een gegeven moment dan... Dan sta ik toch daar, dat kan ik niet laten. Maar niet dat ik het kan, want ik kan helemaal niet zingen en het is allemaal vals of zo. Maar ja. Ach ja. Het leven moet je nemen met een lach en een tranen. En we kunnen wel heel vaak allemaal heel zwaar doen en zo. En allemaal met elkaar, hoe is het, en allemaal met elkaar met moeilijkheden aan praten. Maar ik doe het vaak andersom draaien en toch een beetje met luchtige toon en zo vertellen. Hè. Ja. Dus. Ja? Wordt het weer gevaarlijk? Ja, het wordt weer eventjes bukken. Bij kasteel stapelen. Tijd voor bezinning, zei de burgemeester. Als je even onder de brug doorgaat. Ja, dat kan. Dus ik stel voor dat we even gaan bezinnen. Ja.
Dan mag je na de brug zeggen... Wat ik heb bezonnen. Wat je hebt bezonnen, zoals dat heet. Ja. Oh, dit is echt het levensgevaarlijk, hè? Op Jan 3. Dan moeten jullie toch de volgende keer veranderen. Ja. Nee. Nou. Wat heb ik bezonnen? Ja. Dat het me gruwelijk is meegevallen. Ik ben er ook heel eerlijk in. Jullie kennen mij, iedereen kent me als heel eerlijk. En inderdaad, dus van begin tot het eind is het nou, we zijn mijn niet, idee. Nee, maar goed, het kan nog. We kunnen nog die kan klap ook fout gaan, hè? Maar in ieder geval tot op dit moment. Ja, want ik wilde even. Nee. Nee, maar. Dieren, natuur. Heb je er iets mee, natuur? Ben je een vogelkenner of? Nee. Maar je weet wel dat er een eend is, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Boksel, eend gehad, hè? Carnaval, hè? Ja. Dan staan we ook op het podium. We hebben nog iets gemist, Arjen, dat je zegt van nou, ik wil dit toch nog eens eventjes aantippen. Nee, ik heb mijn ei wel kunnen leggen, hè. Ja, maar dan zou de conclusie kunnen zijn trots op Boksel, maar toch het centrum. Ja, denk aan het centrum, ja. Zorg dat het centrum echt gaat bruisen, echt, letterlijk en figuurlijk. Scone. Scone, ja. Scone, zeg je, ja. Arjen. Land in zicht. Ja. Nou, we hebben het toch gered, hè? We hebben het gered. Het borreltje heeft geholpen. Ja. We hebben geen slagzij gemaakt. Het is allemaal goed gegaan. Ja. Dus fantastisch. Ik wil je hartelijk danken en ik vond het een heel leuk en interessant gesprek. Dankjewel en ik voel me vereerd dat ik hier een uurtje of weet ik wat, ik heb geen horloge bij me, dat ik hier nu voor al die tijd op de boot heb mogen verbrengen. En ik wil toch zeggen, je bent er niet blij mee, maar ik ga het toch zeggen. De inwoners van Boksel moeten blij zijn met mensen als Arjen Witteveen. Nou. En dan kan je nou weer de kop indrukken, maar dan gaat het jou niet lukken. We eindigen daarmee. Bedankt. Arjen. Bedankt, hand erop dan. Ja, zo is het. En jullie ook, voor de crew. Ja, bedankt.